Nog nooit was er zoveel aandacht voor Almere. Dit vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Almere is een van de twee steden waar de PVV meedoet. En de partij van Geert Wilders zou volgens de peilingen wel eens de grootste partij van Almere kunnen worden. Allereerst de Partij voor de Vrijheid. 21,6%, dat is 21,6% gewonnen. Is Almere nog bestuurbaar naar vandaag met zo'n grote PVV? Natuurlijk, ik heb het volste vertrouwen erin dat de politieke partijen toch binnen een redelijke termijn voor een gewoon goed college zullen zorgen. Wat is uw reactie op het feit dat de PVV in één klap de grootste partij van Almere wordt? Ja, dat is heel jammer. Vooral omdat je ziet ook dat een partij zonder programma zo groot kan worden. Dus ja, misschien moet ik er nadenken om over 4 jaar ook 2 zinnen in mijn partijprogramma op te nemen. Misschien word ik ook zo groot. Ja, u noemde net het woord teleurstellend. Bent u ook teleurgesteld in de kiezer die dan op grotendeels op PVV heeft gestemd? Ja, wat ik... Kijk, ik begrijp de onvrede van de mensen wel. Maar wat ik niet begrijp is dat mensen daardoor op een partij stemmen die mensen uitsluit. Als ze massaal voor PVV gekozen hebben, dan is het een democratisch land. En dat is hun wens, hun keuze. Dus dan wordt het PVV. Ja, heel veel partijen wijzen PVV op voorhand al af. Is Almere nog bestuurbaar na vandaag? Dat zou wel moeten. Goede bestuurder die zet het belang van de Almeerders op de eerste plaats. En niet hun eigen partijbelang of hun partijwrok. Want daar bereik je niks mee. Ja, maar als u de partij, de PVV, links of eigenlijk rechts laat liggen. Die te ontevreden kiezer, maakt u die dan nog meer ontevreden? En wordt er dan nog minder naar ze geluisterd? Ja, het gaat er niet om of de kiezer wel of niet gehoord wordt omdat je bezig bent met coalitievorming. Waar het met name om gaat is dat als de PVV niets van zich laat horen en zichzelf buitensluit, waar ze hard naar op weg zijn met het hoofddoekjesverbod, dat een manier is om vooral de eigen achterban geen stem te geven in de lokale gemeentelijke politiek van Almere. Kan Almere nog om de PVV heen? Nee, ik denk het niet. Als ze zoveel zetels halen, denk ik dat je daar rekening mee moet houden. En dan mogen zij dus of gaan besturen of goed oppositie gaan voeren. Nee, natuurlijk niet. PVV wordt nu de grootste, een van de grootste. En ik denk dat we nu met alle Almeerders kunnen toezien hoe Almere nu naar de kloten gaat. Dat wordt lekker voor de tv hangen iedere dag en kijken wie wat uithaalt en welke stadscommando's wie in de knieën schiet. Dat moeten we de komende 4 jaar zien. De voorlopige uitslag is bekend. Zoals verwacht is de PVV in één klap de grootste partij van Almere geworden. En gezien de reacties van de andere lijsttrekkers wordt het nog een behoorlijke zware kluif om hier een coalitie uit te vormen.